Onlangs werden 3 verdachten van 19 en 17 jaar aangehouden. Advocaat van de oudste is Irene Klein. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft uw cliënt verteld over die bewustavond? Wat hij die bewustavond heeft verteld, kan ik nog niet inhoudelijk goed op reageren. Het mogen duidelijk zijn dat in ieder geval justitie van mening is dat mijn cliënt die avond daarbij is geweest. En dat is een terechte verdenking vanuit justitie. Nou, klopt het dat die jongens bekend hebben? Het klopt in ieder geval dat die jongens bekend hebben die avond daarbij aanwezig te zijn geweest. Wie uiteindelijk de steen daadwerkelijk op de weg heeft gelegd is onduidelijk. Ja, dat moet dan nog blijken. Ja. De 3 zijn gisteren wel vrijgelaten, maar met een enkel band om. Hè? Klopt, ja. Vindt u daarvan? Ik vind dat de rechtbank daarin op dit moment wel een goede keuze heeft gemaakt. Het zijn toch minderjarige verdachten. Mijn cliënt is dan wel 19 jaar, maar er zijn deskundigen die geadviseerd hebben dat hij toch naar het jeugdrecht berecht zal moeten gaan worden. En uiteindelijk is het zo dat bij minderjarigen de gevangenis een uiterst strafmiddel is. Dus nu met strenge voorwaarden naar buiten kunnen, vind ik wel een terechte beslissing. Van de rechtbank. Ja. Ja, hoe is het met uw cliënt en met die andere jongens? Want laten we wel wezen, Schijndel is een kleine gemeenschap. Iedereen weet waarschijnlijk wel wie het is. Die worden mogelijk met de nek aangekeken. Hoe gaat dat nu met die enkelband om? Ja, in ieder geval is het zo dat alle 3 de jongens huisarrest hebben. De enkelband is daar een extra strenge controle op. Dat betekent dat ze naar school kunnen, stage kunnen, werk en dan weer terug naar binnen. Contactverbod met het slachtoffer, locatieverbod richting het slachtoffer. Ze mogen ook niet in haar buurt komen. Dat is uiteraard lastig, maar ik denk dat we toch de gevolgen niet uit het oog moeten verliezen. En voor het slachtoffer het uiteraard nog het meest lastig is in deze zaak. Ja, goed. Enig idee wanneer er iets van een rechtszaak gaat komen waarop het allemaal inhoudelijk behandeld wordt? Op dit moment is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden. Er zijn wat data genoemd, maar is nog niet definitief bevestigd.